hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Met nog meer energie, nog meer voedingstips, nog meer fun. Geniet ervan! Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Elke 3 afleveringen is het 1 losse oefening en de 4e combineren we die allemaal samen. Maar voor elke vakantie daag ik jullie uit voor een leuke challenge die je dan in de vakantie kunt oefenen. De oefening van vandaag is jumping jacks. Ik ga hem eerst even voordoen. Handen naar boven, benen naar buiten en in. Dat is hem. Doen jullie mee? Daar gaan we. Benen naar buiten, armen hoog. Laatste seconde, laatste stukje. Hou vol. Oké, stop. Supergoed gedaan. Tot de volgende keer. Tophandballer Nick van de Beuken van BVHC was de gast op basisschool De Leerlingst in Halen om gedrag vanuit de teamsport te vertalen naar gedrag in de klas. Met opstekers in plaats van afbrekers. Oftewel, elkaar meer complimentjes maken. En uiteraard mocht iedereen met Nick op de foto. Nick's broer Jeroen van de Beuken, ook tophandballer bij BVHC, was de gast bij basisschool De Neerakker in Heidhuizen om te vertellen waarom een topsporter ontbijt en wat hij ontbijt. Samen met de kinderen mocht hij dan ook lekker en gezond smullen. En onder enthousiaste begeleiding van Ricardo kwam iedereen in beweging op muziek. En Jeroen deed als topsporter prima mee. Welkom bij een nieuwe vlog van mij. Ik vind honing heerlijk, vooral bij muntthee. Jij ook? Ik ga vandaag eens kijken hoe honing nou eigenlijk wordt gemaakt. Gaan jullie mee? Hoi, ik ben Sue. Ik begrijp dat jij hier de honing maakt. Ik ben Willemien, ik ben de imker en ik verzorg de bijen, maar de bijen verzorgen de honing. Oh, de bijen. Maar hoe doen ze dat dan? Dan gaan we in de kast kijken, dan ga ik dat even uitleggen. Helemaal oké. We zullen eerst even een pak aantrekken. Okidoki. Maar waarom moet ze eigenlijk zo'n pak aan? Er kunnen wel eens bijtjes zijn die steken, dus dat is onze bescherming. Oké. Ja, laten we gaan. Ja. Bijen wonen toch in een bijenkorf en niet in zo'n kast? Vroeger zaten de bijen inderdaad in een bijenkorf, maar tegenwoordig hebben ze in kasten zitten, want dan zijn ze veel ruimer. In een bijenkast zitten 15.000 bijen in de zomer en 1 koningin. Dus de vrouw is hier de baas, bijzonder goed. Zeker. En wat doen al die andere vrouwtjes dan? Nou, die halen de honing en die moeten daar 40.000 kilometer voor vliegen om 1 potje honing bij elkaar te krijgen. Dat is veel. Maar zullen we nu even in de kast gaan kijken? Zeker weten. Zo, dan zullen we de kast eens openmaken. Zo. Zo, kijk eens. Dan gaan we de plastic er een beetje afhalen. Hier zie je de honing zitten die de bijen opgeslagen hebben van de zomer. Oh ja. En hier, in dit gedeelte, daar zit de koningin. Ik zal eens even 1 draadje eruit halen. Kijk. Dat is allemaal honing die ze in de zomer verzameld hebben. Ja. En hier, maar die ga ik niet eruit halen, hier in het midden, daar zit het broednest. Maar waar halen de bijen nou eigenlijk de honing vandaan? Van fruitbomen en van andere bloemen. Maar hoe zit dat dan? Nou, de bijen halen de nectar uit de bloemen van de fruitbomen. En dan brengen ze naar de kas. En intussen zijn de bloemen bevrucht en komen de fruit in het najaar. Dus eigenlijk zijn bijen super belangrijk. Zeker, want zonder bijen is er over 5 jaar geen leven meer op aarde.
Is honing eigenlijk ook gezond? Honing is supergezond. Maar hoe komt het dan in het potje terecht? Nou, wij halen hem uit de kast en dan wordt hij geslingerd. Maar dat gaan we nou even op een videootje laten zien. Is goed. En let goed op. Dat het zo ging. Echt bijzonder om te leren. Willemien, super bedankt. Heel graag gedaan en ik heb nog een super lekker potje honing voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Jullie ook tot de volgende keer. Doei. Hoi, mijn naam is Wesley. Ik ga om de aflevering een heerlijk gerechtje met jullie maken, wat jullie zelf thuis heel makkelijk na kunnen maken. Deze week gaan we maken gemarineerde appeltjes. En daarvoor hebben we nodig perensap, verse kaneel, Griekse yoghurt en natuurlijk lekker verse appeltjes. We beginnen met de perensap. Dat doen we in de pan. Daarbij komt de kaneel. We beginnen nu met het schillen van de appel. Als we de appel helemaal geschild hebben, gaan we hem vieren snijden. Als we de appels in vier hebben gesneden, snijden we de kern eruit. Dan gaan we eerst wachten tot de perensap in de kook is. Zodra dat is gebeurd, doen we de schoongemaakte appels er gewoon netjes inleggen. Als we de appeltjes erin hebben gedaan, laten we eerst alles een beetje afkoelen. En daarna zetten we de pan voor een uur in de koelkast. Zo. De appeltjes hebben net een uur afgekoeld in de koelkast. En die gaan we nu een mooie plakje snijden. Dan pakken we een mooi kommetje erbij. Dan doen we een beetje van de Griekse yoghurt in. En dan leggen we de appeltjes daar mooi bovenop. Zo, dit is hem. Ziet het er goed uit of niet? Hartstikke lekker en gezond toetje. Ik zou zeggen, geniet ervan en we zien elkaar. Wekelijks in Kerngezond TV de Fruitmobiel. Een energieboost in de vorm van het fietsen van een smoothie drinken en een leuke mop. Gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag in één. Hallo, ik ben Raf en ik zit in groep 6 op basisschool Antonius en ik ga smoothie fietsen met een mop. En er zitten twee ballonnen in de woestijn. En de ene zegt tegen de ander, pas op, cactus. Gezondheid. Lekker. In onze rubriek De Brievenbus zijn we op zoek naar jou. Want wil jij in Kerngezond TV komen? Stuur dan zelf een filmpje in van ongeveer een minuut over gezond bewegen, gezonde voeding of gezond gedrag. En als het leuk genoeg is, zenden wij het uit. Hoe gaaf is dat? Dus stuur je filmpje, doe dat dan wel per mail, info@wijzijnkerngezond.nl en natuurlijk niet via De Brievenbus. Zo, de uitzending zit er bijna op. Bedankt voor het kijken. Ik ga nog even latje trap doen. Even die bal tegen het latje in één keer. Jullie, tot de volgende week. Hoi!